Dit is een hazelworm. Het is een hagedis zonder poten. Wat een fantastisch beestje. Het is vandaag Koningsdag en hoewel er heel veel te doen is in Wageningen, zijn we hier toch waar ik het liefste ben, tussen de dieren en de planten. En we zitten hier in de omgeving van het Renkumsbeekdal, de Ginkelse Heide en de Wageningse Berg. En dit is een van de beste plekken om op zoek te gaan naar de ringslang en de hazelworm. Ik ben bang dat we ze vandaag niet gaan vinden. Het weer is een beetje wisselvallig, het regent een beetje en er is niet heel veel zon. Maar we gaan ons best doen. Ondertussen een korte update, want ik weet, de afgelopen paar weken heb ik niet heel veel filmpjes gemaakt. Dat komt omdat ik bezig ben met een paar hele vette dingen. Er komt een channel trailer aan die echt super episch wordt. En de afgelopen week ben ik bij het Future for Nature event geweest. Ik ben daar nu vrijwilliger, ga ik nog van alles over vertellen. En daar heb ik heel veel bijzondere mensen mogen ontmoeten. Floortje Dessink, Freek Vonk en Doutze Kroes. Die filmpjes komen eraan. Ondertussen ga ik hier op zoek naar slangen. Het kan zijn dat we zo meteen naar de Wageningse Berg gaan. Dan zie je dat het in één keer een totaal andere omgeving is. Maar ik ben hier niet alleen maar om slangen en hazelworm te zoeken. Nee, ik ben hier met een hele goede vriend van mij, Jonathan. Oh yeah. En hij heeft een drone. En we zijn hier dus om een paar hele vette dronebeelden te maken. Dus die ga je zo meteen zien. Stay tuned. We zijn hier op de Wageningse Berg en dit is een van de beste plekjes om op zoek te gaan naar ringslangen en de hazelworm. Dit is een hazelworm en hoewel de meeste mensen hem aanzien als een slang, is het dat eigenlijk niet. Maar wat het is een hagedis zonder poten. En dit mooie beestje heeft twee tactieken om een aanvaller van zich af te schudden. Als hij gepakt wordt door een roofdier, dan heeft hij twee dingen die hij kan doen. En zijn eerste tactiek is poepen. En wat hij doet is hij laat gewoon zijn darminhoud los. Dat kan je hier zien. Hij heeft lekker op mijn arm, op mijn vingers zitten poepen. En hij hoopt dan dat met het vieze geurtje en de vieze spullen die in de poep zitten, het roofdier loslaat. Maar als dat niet werkt, doet de hazelworm iets heel bijzonders. Hij kan namelijk zijn staart afwerpen, ongeveer vanaf hier. En dat doet hij als een soort afleidingsmanoeuvre. En terwijl het roofdier zijn aandacht focust op het kronkelende stukje staart, kan de hazelworm ontsnappen. Fantastisch! Helaas heb ik geen ringslang meer kunnen vinden, dus we zijn teruggegaan naar de heide. Dit is gewoon een van mijn favoriete plekjes om rond te lopen en diertjes te zoeken. Jullie gaan nog heel veel filmpjes van mij zien in de aankomende weken. De channel trailer Future for Nature. Heel veel plezier. Dit was BioVlog Wild. Stay tuned.